Davy, kan je even de mensen vertellen wat je net tegen me zei dat je aankwam lopen? Ik zei, gisteren was het gezelliger. Ja, toen je die prijs kreeg, speler van de maand. Ja, nee, wat, dat ja, was gezellig. Wat was er aan de hand met jullie? Pff, geen idee, zo slordig, zoveel balverlies, iedereen eigenlijk. En... Ja? Ja, was echt niet onze dag, nee. Ook op het middenveld, hè? Ja, iedereen. Ja, ik jij, veel, Gravenberg, ja, allemaal. En, klopt. En heeft... Kan het bij een voetballer in zijn hoofd zitten? Ik vraag het maar. Ik heb geen Europees gespeeld. Maar kan het dat je over een wedstrijd heen... Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat we vandaag in de passing heel slecht waren. En zij pressen. En dan, dat willen we eigenlijk. Dat we veel ruimte krijgen voorin. En, ja. Alleen we waren gewoon vandaag echt heel slecht. Ja, je zegt pressen. Dat was eigenlijk een minuutje. 15-20, hè? De eerste. Daar kwamen jullie totaal niet onderuit, hè? Nee, we waren niet balvast genoeg voorin, vond ik daarin. En, we kwamen te weinig echt voorin, dat we hem echt voorin hielden, zeg maar. Ja, wat zegt dit naar Atalanta toe? Nou ja, dat het woensdag beter moet dan vandaag. Maar ja, we moeten morgen weer afsluiten en dan gaan we weer verder. Ja. Onderschatting? Niet. Slecht, ja. Precies, ja. Dankjewel. Yes.